Ik ben Kevin van der Hoorn, eigenaar van PT Room en ik werk met een veilig gevoel. Wat zijn jullie precies voor sportclub? Wij zijn een sportclub die gespecialiseerd zijn in het geven van personal training. Maar naast het geven van personal training zijn we ook gespecialiseerd in het geven van lifestyle advies. Het geven van advies, maar we kunnen mensen eigenlijk van A tot Z begeleiden. Op gebied van training, op gebied van voeding, op gebied van ontspanning. Mensen kunnen hier naast het sporten gezonde smoothies meekrijgen. Mensen kunnen hele gerechten meekrijgen. Dus eigenlijk verzorgen we het hele gezondheidspakket voor een persoon. En waarom werken jullie met een veilig gevoel? Nou, een veilig gevoel is een bedrijf wat ons ook de mogelijkheid geeft als ik als eigenaar er niet ben, dat we ook inzicht hebben wat er in de zaak gebeurt. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk, we hebben daar de lift, als je hier binnenkomt, dan sta je gelijk in de ruimte. Dat is voor mensen natuurlijk hartstikke leuk. Er is geen inlog, er is geen poortjescontrole. Dus dat is voor mensen die bevoegd zijn om hier te komen, prima. Maar het kan ook zijn dat mensen hier, die niet onbevoegd zijn en misschien kwaad willen, dat die als ze hier binnenkomen, dat ze wel in ieder geval weten, er zijn camera's, beneden is kantoor, alles is totaal beveiligd met een veilig gevoel. We hebben een aantal camera's hangen en het werkt ook heel makkelijk, want ik heb hier een app. Dus als het alarm afgaat, dan is het bij mij ook, ik woon hier vlakbij, dus dat scheelt. Dus dan kan ik ook zelf nog eventueel ingrijpen als er onraad is. Maar ja, op deze app kan ik eigenlijk alles zien. Nou, zoals je ziet heb ik mijn sportkleding aangetrokken, want nu ik er toch ben, heb ik een personal trainer aan de haak geslagen. Ja. En wij gaan een workoutje doen. Zeker, ja. We gaan vandaag beginnen met Skillwheel. Dat is een van de weinige apparaten hier in Nederland wat in de sportschool aanwezig is. En dan gaan we een klein spiekje doen. Dus daar ben ik klaar voor. Ik denk het. Ja? Oké, let's go! Na zo'n workout heb ik deze lekkere bol dik verdiend.